met Doris Bauer. Frans en Mariska, die zijn er niet. Spreek even wat in na de pieptoon. Misschien dat ze dan toch nog terugbellen ooit. De groeten van Frans en Maris. Ja, hallo, met Frans Bauer zelf. Ik sta hier in de supermarkt, maar alles is al uitverkocht voor de kerstmis. Zal ik dan maar weer met mijn kop in de vrieskist duiken? Ik zat eerst te denken aan de Chinees bij Shirley, maar daar heb ik toch niet zo'n trek in dit jaar. Het is bijna kerstmis. Nog een paar dagen. Ik duik dan weer in de vrieskist. Helemaal onderin. Geen Chinees met die dagen. Je hoort me echt niet klagen. En dan zing ik alleen maar kerstliedjes. Met de kerst eet ik keer. Geen shawarma maar keer. Ook Chinees laat ik staan. En gebakken banaan. Geef mij maar een vette keer. Vette satésaus. En dat plakt altijd zo. Wat ben ik toch een koekwaas. Koekwaas, koekwaas. Helemaal vol gevreten. Dan laat ik wel eens scheten. Ben alweer aan de schijt. Ik moest het echt even kwijt. Niet te houden die stand. Het lijkt wel sterke draad. De hele pot zit nu vol. Nou, als de brand begint te kleien, dan duurt een paar dagen. Je hoort Mariska klagen. Als het voorbij is, geloof me dat ze dan blij is. Mariska. Namens Mariska en mij allemaal hele prettige kerstdagen.